Almere heeft nog één vrije kavel die geen bestemming heeft. En daar zou natuurinclusieve landbouw moeten komen. Althans, dat is het idee van een aantal boeren in Almere. En om dat voor elkaar te krijgen hebben ze handtekeningen ingezameld. En wordt het plan binnenkort besproken in de gemeenteraad. Nou, Tineke van den Berg en Bert Talens die zijn stadsboeren in Almere. Ze zitten achter het plan voor de natuur-inclusieve landbouw. Tineke en Bert, goedemiddag al allebei. Ja, um, ja, Jullie hebben al gesproken, Tineke, met ongeveer bijna alle fracties in de Almere Stad. We hebben bijna allemaal gesproken. Ja, wat zijn de reacties uh, tot nu toe? Heel positief natuurlijk. Want ze moeten het wel behandelen. Want het is een burgeractiviteit. Ja. Maar wat, wat, vertel even kort, wat willen jullie? Nou, Bert en wij van de Stadsboerderij zijn eigenlijk de laatste boeren van Almere. Die waarvan nog niet zeker is dat ze al weg moeten. We hebben nu nog wel wat meer boeren. Maar toen wij begonnen in Almere toen waren er nog wel twintig of zo hè? Toen waren er uh, in de, het gebied van de A6, A27, Er zaten uh, 18 boeren. Daar uh, zijn er nu nog zeven uh, ja, over en uh, ja zeven en dan um, ja. vijf die staan nu op de naam nominatie om ook binnenkort. Uh, die zitten in het Oosterwold gedeelte. Uh, langs de A27. Nou, die vertrekken binnenkort ook. Dus dan heb je er nog maar twee. Wij en dan er hebben over. er nog twee over. Ja, en, dat zijn jullie. en wij zouden het zo jammer vinden als Almere geen landbouw meer zou hebben. Dus wij hebben een plan gemaakt om in dat gebied uh, waar het bedrijf van Bert ligt, aan de trekweg en bij de buitenhout. Dus het gebied waar zowel de buitenhout als het bedrijf van Bert in ligt. In de buitenhout hebben wij ook veel akkers. Uh, We werken al heel lang met elkaar samen als biologische boeren. En euh, daarnaast bij Bert ligt nog één, die ene kavel, waar nog geen definitieve bestemming op zit. En daarvan hopen wij dat de gemeenteraad zich wil uitspreken dat daar een landbouwbestemming op mag komen. Ja, want Bert, wat gebeurt er nu op die kavel? Hoe groot is dat eigenlijk? Uh, het is uh, een kabel van 65 hectare. En er zit nu ook landbouw op. Dus er zit wel een landbouwbestemming op. Maar dat wordt nu de, nog beheerd door uh, ja, Stichting Erf. Of het be, de, bewerkt door Stichting Erf. En dat is van uh, het Rijsvastgoed. Uh, uh, bedrijf. En het is een tijdelijke landbouwbestemming. Ja, ja maar ja, eigenlijk in Nederland kunnen we bijna wel stellen dat veel landbouw eigenlijk tijdelijk is. <laughs> ja. en, en in Almere is dat natuurlijk nog meer zo. Want dat is natuurlijk uh, bij Pampers zit ook nog best wel veel landbouw. Maar dat is wel uh, bedoeld op termijn voor woningbouw. En zo is Almere ook wel opgestart. Als een uh, omgeving voor uh, ook wel boeren. Alleen, wij zien wel uh, dat straks. ...de Landbouw uh, voor een stad die zichzelf zoet, uh, Growing Green Cities, uh, dan. Feeding da, da, the city. Feeding the city. En dat, dat je daar de landbouw hebt laten verdwijnen. En dat, dat zou ik gewoon uh, heel erg jammer vinden. En dat, maar dat geldt niet alleen voor Almere, dat geldt eigenlijk voor elke stad. Uh, dat je gewoon uh, de landbouw in je stad houdt, en het liefst in je stad. Dat je het ook kunt laten zien uh, wat landbouw is, wat het doet, uh, wat het toevoegt. En wat het samen met de natuur, het openbaar groen en recreatie ook een hele mooie aankleding kan geven van, van je stad. Ja. Nou, en de kans is nu, tenminste, je moet het nu wel oppakken om die kans ook te gunnen aan de landbouw, ook binnen de stad als Almere. Ja, uh, maar anders ben je te laat. Ja. En dan is het weg. Ja, want uh, Tineke, ik begrijp dat eigenlijk... Uh, was je al op een ander niveau ook in gesprek... Uh, over de, de, dit omturnen tot definitief landbouw. Oh, ja. Je zat al eigenlijk gewoon bij, volgens mij bij de wethouder ja, aan tafel. Klopt. Maar hoe liep ja. dat gesprek dan? Ja, we hebben met de wethouders erover gesproken... nadat we samen met Staatsbosbeheer... een plan voor het buitenhout hadden gemaakt... voor natuurinclusieve landbouw, zoals ze dat noemen. En... Um, uh, toen hebben de wethouders gezegd, dat vinden we een supergoed idee. Toen hebben zij de ambtenaren opdracht gegeven om dat verder uit te werken. En die zeiden, uh, bij een rondgang door het stadhuis kwamen ze op allerlei uh, bezwaren, omdat als je het aanwijst als landbouw, dan kan er geen datacentrum. Of bedrijventerrein meer worden ontwikkeld. Want daar was op een gegeven moment sprake van, hè? Daar dat op die plek een datacenter zou komen. zeker. En vandaar dat er ook zoveel burgers zijn die ons initiatief steunen. Ja, ze hebben, ze hebben ja die hebben liever centrum. jullie dan een datacenter. Ja. Ze hebben nou, liever een mooi landbouw. Voor het, uh, ja. de vraag van het datacenter, is natuurlijk ook uh, het zonneveld. wat uh, achterop uh, dat, uh, de hele uh, uh, kavel eigenlijk uh, zit, of op die hele strook zit. Daar komt mm -hmm. een zonneveld van. Uh, ja van, ja, van 20 hectare zon. Maar dat was eerst de intentie ook van uh, de wet over het ingediende plan. Van, uh, die, ook die kabel, om dat ook vol met zonnepanelen te doen. En dat is toen ook door de gemeenteraad uh, was dat ook net te gek. Ja. Dus toen is het uh, achterop die uh, strook is toen nog gezet van uh, we doen dat 20 hectare zon. Dus daar dat sluit je eigenlijk die strook mee af. Of daar begin je de strook mee als je vanaf Lelystad komt. Maar dan dat is eigenlijk. Uh, uh, die zitten er dus ook bij. Ja. En we ja. hebben en... ook wel een keer gesproken met Vattenval. Nou, hoe die het in wil richten. Nou, die, zou je dan, die betrek je dan ook bij. Dus je zou het in kunnen invulling. combineren ook. Dat ja. is ook bij de natuur, inclusief die ja. zonne-energie. Ja. Um, nou, nou is het zo dicht best wel dan een voorstuk land. Z Gaan jullie dat dan met z'n tweeën doen? Of is er ruimte voor die boeren die dan uh, bijvoorbeeld bij Oosterwolten uh, uh, plaats moeten maken voor woningbouw? Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, die hebben volgens mij al een. Uh... Voor, heel, voor een heel groot deel eigen plannen. Um, maar wij in onze samenwerking, zeg maar, die wij als twee bedrijven nu al hebben, um, zien wij voor ons dat je nog veel meer, en dan gaat het over natuur inclusief, dat je veel meer uh, natuur, recreatie, landschap uh, en landbouw zou kunnen combineren. Maar dat betekent wel dat je wat meer uh, ruimte moet hebben, dat je wat meer areaal nodig hebt. Want anders. Uh, kun je dat financieel nooit voor elkaar krijgen? Maar zit er ook niet hè, tegelijkertijd een beetje geks, iets geks in? Want uh, nou, op dit moment gaat het allemaal over dat er heel veel boerenbedrijven moeten verdwijnen in Nederland. Hè? Op dit moment een, pro een protest in het provinciehuis in verband daarmee aan de, aan de gang. En dan willen jullie dus uitbreiding van, uh, van landbouw. Ja. Door, ja. Op welke manier uh, spoort ja, dat met elkaar? Wij, wij uh, um, zijn biologische boeren en dragen in die zin niet bij aan dit stikstofprobleem. Dus we willen heel graag dat het voor de andere boeren net zo goed weer goed komt. Maar uh, wij, denk, wij zijn op dit moment het liefst bezig met de toekomst. En we denken, dit is onze kans om voor Almere... een prachtige etalage langs de A6 te creëren... waar natuur, recreatie en landbouw een plek in heeft. Ja, Bert, het is even wachten hè, wanneer het behandeld wordt. Ja. Ja, want het plan ligt er wel, maar is er is nog ruimte op de agenda. Is een beetje de vraag of dat nog voor de zomer allemaal behandeld kan worden, jullie verzoeken. Ja, maar ja, dat is... Uh... Als je geen wethouder of, uh, of er zit nu wat frictie en uh, toestanden in de raad, ja, dan duurt het langer. Maar ik heb liever dat het iets langer duurt en dan komt er een goed besluit. Dat dat alles uh, met stomen het water moet en er komt geen goed besluit. Dus, uh, en, en vooral, ik vind een goed besluit dat je er goed over nadenkt als gemeenteraad. van wat je nou wil eigenlijk in, de, in je stad met de landbouw in de toekomst. En dat, en want uh, ja, Tineke die gaf al aan van, uh, nou ja. Of er werd gevraagd: van hoe groot is de kavel? Is het groot genoeg? Nou, we hebben uh, de stadsboer, die heeft ook heel veel grond wel in gebruik in Almere. Dat zijn kleinere perceeltjes, uh, wat tijdelijk dan landbouw wordt bedreven. Die raak je misschien ook nog kwijt. Dus uh, het, het bedrijf van, uh, van de stadsboer, dat schommelt ook vaak in omvang. En wil je dan samenwerken en je wilt in de toekomst ook iets sterks neerzetten. Waar je meer mee kunt als alleen landbouw, maar misschien ook educatie of zorg kunt verlenen. Of je kunt het uitbouwen naar meer. Dan heb je wel een bepaalde omvang nodig. Want ja, de landbouw moet wel als basis worden gezien voor het bedrijfsresultaat van je samenwerking. Ja, dus dat en, is gewoon en dat belangrijk, je samen dat het samen doet, dat komt omdat anders dan. Die samenwerking is er meer voor uh, omdat alleen kun je niet alles. Nee. Je moet dingen samen doen. Christine van den Berg en Bert Talens, dank jullie wel voor jullie bezoek. Uh, we wachten het af wat de gemeenteraad uh, ervan gaat vinden. Misschien nog voor de zomervakantie, anders erna. Maar we blijven het in ieder geval uh, volgen. Dank jullie wel.